Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Wij zijn net klaar met eten. Ik heb even mijn haar gedaan, aangekleed natuurlijk. En nu gaan we richting de stad. Gaan we even kijken of we leuke dingen kunnen kopen. En een paspoort, of een paspoort en een simkaart. En misschien zien we nog wat andere leuke dingen. En ik wil nog een paar van die microfoons kopen van DJI. Maar die heb je denk ik niet in Marokko. Want ik heb geen één winkel online gevonden waar je die kan kopen. Oh, ik krijg zonnebrilletje van Annie. Dus dan moeten we even zien of ze die hier hebben. En anders koop ik die straks in Spanje. Het is een half uurtje lopen naar de winkel. Wel stukje. Maar dat is niet erg, want dan zien we ook nog wat hier. Ga ik nog mooi filmen allemaal. Hopen dat ik niet verbrand trouwens. Annie heeft er wel in gesmeerd. Ik heb me al sinds Thailand niet meer ingesmeerd, denk ik. Nee. Ik smeer gewone olie steeds op. Zonder factor. Zodat je het sneller kan verkleuren. Maar het is... Gaat houden. Ja, tot nou 32 graden. Maar ja, we zijn de laatste tijd alleen maar in de zon geweest, de laatste 3 maanden. Dus dan wen je er natuurlijk ook wat aan. Als ik nou net voor de eerste keer in de zon was, dan was ik nou al verbrand. Ben ik ook wel, ja. We zijn er nou een beetje aan gewend, de afgelopen 3 maandjes. We hebben alweer een stukje gelopen. We lopen nu een grote weg hier, door het centrum. Moeten we even 1,5 kilometer volgen ongeveer en dan zijn we bij de winkel. Bij de Inwi-winkel. Eindelijk weer internet. Ja. Nou, gelukkig hadden we een goede wifi op de camping. Dat wel, ja. Dus de komende 2 vlogs heb ik er al op staan. Die van vanmiddag en die van morgen. Ik ben benieuwd wat mensen vinden van ons. Dat we zeiden dat we misschien live wouden. Ja. Die vlog komt vandaag online. Ja, die komt vandaag online, ja. Dus gaan we daar even het antwoord op afwachten. Ja. Ik ga ook nog even wat van die jurkjes voor Annie erbij zoeken. Ja, ik vind het heel fijn, zo'n jurk. Ah. Gezondheid. Ik vind het heel fijn, zo'n jurkje. Ja, is wel lekker, hè? Ja, het is heel luchtig. En het bedekt de knieën en de schouders ook. Ja. Kunnen we vast wel vinden hier van die jurkjes. Alleen het nadeel is wel dat als ik hem helemaal lang heb, dat hij niet grote stappen kan zetten. Nee, klopt. Ja. Morgen is trouwens het einde van de Ramadan. Ja, als jullie deze video gezien hebben, dan is dat natuurlijk al geweest. Maar voor ons is het morgen. Ik ben wel benieuwd. Ja, ik ben ook wel benieuwd hoe dat suikerfeest en alles is. Of wij daar wat van gaan zien. Ik weet ook niet of ze dat alleen of dat op straat en ook gevierd wordt. Of dat ze dat alleen binnen thuis doen. Ik heb echt geen idee. Overal is het ergens al. Is het weer anders? Ja, ik weet het niet. Nou ja, als jullie deze video gezien hebben, dan weten wij het wel. Dan hebben we het meegemaakt. Volgens mij duurt het ook 2 of 3 dagen, geloof ik. Op internet staat 3 dagen. Ja. Dinsdag, woensdag, donderdag. Oké. Okay. Kijk, Hotel Amsterdam. Zien jullie dat? Daar zit hij hoor, in Nui. Nou, ik zal... Oh ja, maar die is gesloten vandaag. Nou, we gaan even naar binnen. En dan hoop ik dat jullie mij in het volgende shot zien met een simkaartje. Oh, dit is hem nog niet. Deze is nog dicht namelijk. Maar die andere die ik zag was wel open. Dan was dit hem nog niet, denk ik. Oh. Wat jammer. Nou, dan moeten we toch nog een stukje lopen waarschijnlijk. Ik zal even op Google Maps kijken. Kijk, een paar straatjes of een paar stappen verder. Zit hier de Inwi-winkel. Nou, ik ga naar binnen. Het is gelukt. We liepen hier al buiten trouwens. Kom die kerel ons achterna gerend met mijn paspoort. Ze hadden mijn paspoort nog. Helemaal vergeten. Maar ik heb al service. Je ziet al volle bereik. Maar het internet gaat met 30 minuten werken. Nou, dat zal nou wel goed zijn. We gaan er nou vanuit dat het werkt. Want je ziet in ieder geval dat de simkaart werkt. Ja. En dan hoeft hij nou maar 250 te betalen. En het komt wel voor een maand. Vorige keer dat het 550 moest betalen, het kon alleen voor 2 maanden. Dus heel vreemd. Ja. Maar in ieder geval nou 250 dirham, dat is €22 heb ik betaald. Heb ik een maand unlimited internet. Dus dat is wel lekker. Ja, en dit ging ook veel sneller dan de vorige keer. Ja, 5 à 10 minuutjes stonden we weer buiten. Ja, de vorige keer stond wel een dikke half uur daar. Ja, dat ging niet helemaal lekker. Moet je nog bij die winkel kijken voor jurkjes? Ja. Dan wachten we even 20 à 30 minuutjes. En dan ben ik weer online. Dus zo makkelijk kan het ook gaan. Daar had je een lekker bakketje zitten. Nou Annie, hier even kijken voor een jurkie. Die witte vond ze wel mooi. Misschien ook in een ander kleurtje. Gaan we zo even kijken. Nou, het is gelukt hoor.
Ze heeft die witte jurk die op die paspop zat, heeft ze gekocht. Hij stond heel leuk, vind ik. Ja, stond leuk. Ja, toch? Ja, dat was de enige nog die ze had, dus we hebben hem van die paspop af moeten halen. Maar het was de goede maat, dus dat is mooi. We gaan even naar een ander gedeelte van de stad lopen. Dat is ook ongeveer 20 minuten lopen, iets langer misschien. Daar reden we gisteren langs met de camper. Ja, maar om de 20 seconden rijdt er een taxi voorbij hier. Dit stikt ervan. Dus je kan zo even je hand opsteken en een stapje in en dan wordt het geregeld. Dus dat is wel makkelijk. Maar we willen wel even lopen, dan kunnen we alles even lekker bekijken, even rustig. En we wachten ook op die activatie van die simkaart. Ah, daar heb ik alle vertrouwen in deze keer. Er zit een klein supermarktje aan de overkant. Even een flesje halen voor onderweg. Een flesje water of zo. Maar je moet goed drinken. Ja, ze zijn helemaal opgedroogd. Ja, even kijken wat dit allemaal is. Oh, je hebt hier zelfs brommers en alles te kopen. Je hebt hier van alles. Tafels, alles staat er. Oh, niet duur. 1200 euro voor een splinternieuwe. Maar dat is goedkoop. Die nog goedkoper, 1000 of zo, die hoog. Dat is niet gek. Dat vind ik altijd een mooi ding. Maar die kan je op schakelen, zo'n schakelscootertje. Ja, die wil jij heel graag hebben, hè? Ja, die wou ik toen hebben, ja. Gewoon in Nederland kan je die niet krijgen. Het is geregeld, mijn simkaartje werkt. Jullie zullen me niet meer horen over internet nu. Oh, ook geschreeuw je. Schoolpleintje. We gaan even iets verder doorlopen. We zijn er alweer. We zijn alweer een half uur aan het lopen bijna. 20 minuten. Zoiets. Zoiets wel, ja. En als het goed is, is het daar. En dan heb je er allemaal winkeltjes. Ik zat gisteren even bekeken vanuit de camper. Ik heb toen niet echt goed gekeken. Jij wel of niet? Ja, ik zag wel wat kleding in. Ik zag wat groenten, fruit en zo. Dus ik denk dat het echt een beetje zo'n barkje-achtig iets is. Oh ja. Met winkeltjes zet en ook bij. Ik weet wel dat we met de taxi terug gaan. Ik ook. Ik ga geen 4 kilometer teruglopen. Kijk, dit is een iets drukker gebied. Dus gaan we hier even een stukje lopen. En je hebt hier ook een cinema museum. Want hier zijn blijkbaar ook heel veel films opgenomen. In deze plaats. Ik zal er straks even wat meer over vertellen. We zijn hier op het marktplein gekomen wat Annie had gezien vanuit de camper. Daar heb je ook nog allemaal winkeltjes met kleding. Waar wou je heen lopen? Ik wil maar nog niet uit. Hè? Daar een klein stukje heen en dan... Kijk, daar heb je allemaal van die tagines. Hier, en hier nog meer jurkjes. Ja. Hele partij. Heel veel. Ja. Oh, kijk, deze zak dan. Dikke zak met kruiden heb je hier. Allemaal kruiden trouwens. Vooral veel kleding. Misschien zie je nog een mooie jurk. We staan hier in één keer bij zo'n kledingwinkeltje en dan kijken in één keer naar de overkant. Het is een heel leuk zijstraatje. Een soort overdekte markt. Oh nee, het is niet overdekt. En daar gaan we even kijken in ieder geval. Kijk hoe leuk dit eruit ziet. Het ruikt hier ook heel lekker, allerlei kruiden en eten. Heb je het warm? Je hele hoofd is vuurrood. Echt? Dat ja. Gaat pas snel. Ja. Kijk, dit zie je superveel. Dadels. Dat is ook heel lekker trouwens. Hallo. Hallo mee. Pizza. Annie's favoriet, de olijfjes. Wat krijg ik dit? Verse kippies.
Hallo. Mocht even niet filmen daar, dus ik ben weer weggelopen. Allemaal mooie botjes. Ik zit alleen op het gewicht met de camper, dus we moeten niet van het zware spul meer hebben. Dat is een beetje het probleem. En ik heb ook geen ruimte voor meer. Dus helaas. Thank you. Snel weer door, want anders denken ze dat je dat wil kopen. En we kunnen het helaas niet meenemen. Oeh, die zien lekker. Zag je dit wel? Deze straat? Nee, die had ik niet gezien. Het is één grote doolhof met allemaal zijstraatjes. Ik zal de camera heel even weg doen, maar niet iedereen is altijd blij ermee. Ik ga die kant ook nog helemaal op. Wij gaan nou hierheen en die kant kun je weer uit. Het is alleen maar kleding. Zo, zijn er weer uit. Dat was wel even leuk. In één keer zijn er niets, heb je zijn klein marktje ertussendoor. Zo'n heel doolhofje. Met allemaal kraampjes. Dat is altijd wel leuk om even te bekijken. Had ik niet verwacht. Nee. Allemaal leuke spullen. Lekker eten. Hij kan bijna eigenlijk overal filmen. Heel soms doet iemand even zo, van dat ze het liever niet hebben. Nou, doe je hem gewoon weg en dan is het goed. En dat van die kippen mag je ook niet filmen. Nee, bij die kippen had hij dat alleen, ja. Hallo. Oh, no, thank you. You're from Pascal? From the Netherlands. From alles goed? Alles goed, yes. Ja. From heel mooi. Yeah. Goed vriend voor me in Zwolle. In Zwolle. Oké, okay, ja. Yeah. Goed vriend. Wie live nearby Zwolle? In Zwolle, ah ja, ja. Oké, heel mooi. Heel mooi. Is dit jouw store? Yes, big shop upstairs. Oké. Okay. You make publiciteit voor ons, met publiciteit. Ja, yeah, you like that? Yes, okay. I like this, yes. I go inside and film yes, for you. Yes, but you good, ask only the good things in Morocco. Good yes, things. Yes. You show him only the good things, yes. The big things, no. Okay, show me. Yes, that'll be your plan. Okay. That'll be your plan. Nou, we gaan even zijn winkeltje en ik zal ons even een rondleiding geven. Je moet helemaal naar boven. Ja, we moeten helemaal de trap op. Kijk, zulke mensen zijn wel leuk. Die vinden het leuk als je komt filmen. Hallo. Hele mooi. Hele mooi. Kijk, een vogel pakt. You make some tea? Some tea for us? With sugar or without sugar? Yes, some tea. No sugar? No sugar. And you, Fatima? Mint? No sugar. Afrika. Good Afrika. Heel mooi. Alles mooi. Alles mooi. Alles gratis. Ja, een kijker. Ja. Oké? Okay? Yes. Nou, we gaan even een bakje thee drinken, hoor ik net. Hallo. How are you? Good. Good. Yeah, thank you. Yeah, allemaal kleding, Annie. Ja, het lullig vind ik, al dit spul hier, dat hoef ik helemaal niet. En dan ga je thee drinken en dan ga je weer weg zonder wat te kopen. Maar ja, wat, dit spul, ja, wat moet je ermee eigenlijk? Het is wel mooi om te zien. Ja, dan geef je wat voor de thee. Ja, dat kan. Dit is ook wel grappig, kijk dan. Poeh, ik schrik me dood. Wat heb je daar, Annie? Kijk, zo'n... Een kameeltje. Ja, die is ook wel leuk. Ja. Yeah. Ik ga even zitten. Ik heb het warm. Ah, zo. We hebben nu naar de thee. We hebben hier nog geen bakje thee gehad. Nee. Volgens mij moeten we helemaal boven helemaal thee en alles hebben voor ons, want het duurt best lang. Ja, je deed dat je vrouw het. Ja, ik ga mijn ziek maken. Ik moet ernaast zitten. Ja, kom. Ik geef je some dirpen. Tak, tak. Nou, Annie. Zula, jula, jula. Annie. Mangali, jala, lulu, sengolo, yo. Mangali, jala, lulu, sengolo. Come on, come on. Alles goed. Africa's in a-
Nice. Yeah. Alles mooi. Alla mooi. Is it too? No, lots of sugar. Only little. Little sugar is okay. Yes, thank you. Look, you can slowly visit and look slowly. Okay, thank you. Because me, I am alone. I cook alone. I work alone. I make music alone. Family in Merzouga is Oh. Alla. Oh, yeah. Merzouga. Yes, I know Merzouga it. Merzouga is my country. Okay, okay. We krijgen hier een compleet concert. Ja. Nou, dan gaan we Annie maar even een armbandje nu zo meteen, denk ik. Ja. Want het is ook zo raar om dan weer weg te gaan. Nou, ik vind deze op zich wel leuk. Oké, dan doen we die gewoon. Kijk, de thee komt eraan. Whisky Berber. Whisky Berber? Ja. Yeah. Berber whisky, Moroccan whisky. Oké. Okay. Because this is from Sahrawi. Sahrawi, Afrika. Sahrawi. Because for us it's Ramadan. Yes. No drink. No, I know. No drink, no eat, no. Yes. I know. Mint tea and green tea and peppermint. And little sugar. Yes. Why are you putting it back? Please, my friend, my brother, because this is sugar and tea and mint. Oh, you mix it? Mix it. Oh, okay, okay. Nou, eens even de thee proberen. Ja. Mooi. Mooi. Thank you. Goed? Thank you. Oh. Very goed. Oké, okay, thank you. Yes. Thank you. And this is this. Gaan we dit proberen. Nou, Annie heeft een armbandje gekocht. Maar Annie had een armbandje even wat korter laten maken. Ja, hij was veel te lang. Ja, en hij wil 50 euro hebben. Uiteindelijk heb ik hem voor 12 euro. Dat is misschien 2 euro waard, maar doe maar. 12 euro hebben we er wel voor over. 50 euro ook, of zo'n dingetje. Niet normaal. Nooit voor betaald. Nee. Maar het is een mooi armbandje, Annie is er blij mee. Ik zat even te kijken naar een museum. Een filmmuseum of zo. Dus daar lopen we nou eventjes naartoe. Ik zie hier in een keer van die hele grote deuren staan. Moet je kijken, gigantisch. Allemaal. Allemaal oude spullen, zo mooi. Moet zien. Hier moeten we ook langs naar ons hotel. Heeft de flits nog aan? Je moet ook laatst naar ons hotel. Dus als we bij het museum zijn, ga ik voor het museum even kijken wat informatie op internet. Lijkt het ons wat, gaan we naar binnen. Lijkt het ons niks, lopen we gewoon door naar de camping. Hier hebben we gisteren gegeten. Daar aan de overkant hadden we gegeten inderdaad. Helemaal daar zo op het einde. We zijn bovenaan een grote trap. Klein stukje verderop. Hé, dit is het museum joh. Ja. Dat is toevallig, ik had niet eens gekeken. We zijn er in één keer voor. Ik zag het net, toen jij het zei. Huh? Kijk, ik heb hier een hele grote trap hiervoor. Hele mooie plek. Moet je nagaan dat we gisteren met het eten, daar gewoon eigenlijk al... Ja, we zaten er voor, ja. Nou, we zullen eens even gaan kijken. We zijn toch naar binnen gegaan. We hebben hier een lijst. Ja, ik weet niet of je dit zo kan zien. Met alle films die hier zijn opgenomen. Of dat hier gedeelten staan van... attributen van de film, zeg maar. Of dat er ook plekken zijn waar het is opgenomen hier, dat zou ook wel kunnen. Ik zal even een paar bekenden opnoemen. Prison Break, Game of Thrones, Gladiator. Dat is een beetje de bekendste die ik nou zo op dit lijstje zie staan.
best redelijk wat bekende films en series. Dus we gaan even een rondje maken. Kan ik even een kop van in mijn tas? Dat is goed. Ik weet niet wat dit allemaal is. Asterix en Obelix was volgens mij ook mee opgenomen hier. Op mijn dingen. Misschien dat deze dingen er wel uitkomen. Het zou zomaar kunnen natuurlijk. Ik hoop dat ze ook nog aan de zijkanten van de zalen zometeen, dat ze daar wat uitleg hebben staan. Dat er papieren hangen van welke films en wat, in welke jaren. Maar dat zien we zo meteen. Er staat geen informatie hier, dus ik kan jullie niet vertellen waar dit van is. Misschien herkent iemand het uit een film of serie. Of misschien is dit wel nooit gebruikt voor een film of serie. Oh, als je daar praat, dan galmt het hier helemaal door die hal heen. Ja, ik hoorde je daar nog heel goed in die hal, hoorde ik jou. Hallo? Moeten we hier langs? Ja, naar de pijls. Oké, nou, ik loop met Annie mee, jongens. Ik zat toch wel goed dus. Ja, wow. Het zal me benieuwen waar dit van is. Ik ga zo even wat informatie opzoeken. Jammer dat er niks staat, geen informatie. Wie herkent dit? Wie weet waar dit van is? Mag wel. Annie maakt een fotootje. De gevangenissen. Zei je? Hier laat ik jou wel. Ik vind het jammer dat er geen informatie bij staat. We weten helemaal niks. We zien het wel, het is wel leuk, maar waar is dit nou van? Nee. We hebben een lijst met alles wat hier in is opgenomen. Maar ja, wat hoort bij wat, hè? Dat is de vraag. Het ziet er wel mooi uit. Gaan we nog meer mensen tegen? Ik vroeg, weten jullie misschien welke films dit zijn? Hun zei nee, dat willen wij juist ook weten. Het staat nergens. Miauw, miauw. Maar wij gaan gewoon lekker rondkijken en dan kijken we straks wel wat waar van was. Het zijn ook heel veel kleine onbekende films hoor, die hier zijn opgenomen. Oh, vogeltjes. Jawel. Zo ziet hij dan de achterkant eruit. Van de filmstudio. Van de filmset. Kijk, dit is zo'n ding waar ze de camera op hadden staan. Die konden ze dan zo rondzwaaien. Stond daar iemand achter, die bediende dat en dan zwaaide ze zo die camera zo door de lucht heen, waar die moest wezen. Wie weet uit welke film of serie dit wegkomt. Dat is wel heel jammer dat het er niet bij staat. Ja, word je niet veel wijzer van. Oh kijk, hier zie je dit. Kijk, Gladiator. 2000. Tahara. Mummy.
Dus ken ik niet. Ken ik ook niet. Babel. Deze ken ik wel. Zoals mijn horrorfilm een beetje. The Hills of Ice. Deze ken ik allemaal niet. Ik had jullie graag meer informatie gegeven, maar dat zit er eventjes niet in, helaas. Hier, een bad. Hier, een bed. Hier, Jean-Claude Van Damme. Nicolas Gates. Robert De Niro. Allemaal apparatuur wat bij het filmen is gebruikt. Dit zijn nog eens camera's. Mooie vlogcamera dit. Op de schouder dat dingen rondlopen. Er zit vast wat bij wat een bekende acteur aan heeft gehad. We weten helaas niet wat. En wie. Ja, dat is jammer. We gaan er weer uit. Niks aan als je niet weet waar het bij hoort. Als er nou een mooie beschrijving bij stond, dan was het leuk. Dan kon je een beetje kijken welke film het was. Hè? Ja, dat is wel jammer hoor. Nou, we komen er niet meer uit. Het is een doodlof hier. Ik ga niet waar ik hier langs. Maar het is wel leuk dat hier heel veel bekende series en films zijn opgenomen. Ook een James Bond zag ik. We hebben nou bijna 10 kilometer gelopen en we moeten nog 1,4. Zullen we een mooi rondje erop zitten van 11 kilometer? Ja. Nou, we zijn er weer hoor. Daar is het. 11 kilometer in de benen zitten. Hebben we eigenlijk wat gelopen? Ja. Maar wel lekker. Wel. Nu even een liter water gereden. Ja, nou even met de benen omhoog bij de airco. Ik ben blij dat we airco in de camper hebben. Dat is wel lekker. Alles zit ook wel lekker als je de ramen gewoon even lekker loszet. Maar een aircootje erbij aan is nog lekkerder. Het buikt wel een beetje. Ja. Zo, we hebben wel veel gezien hier nu. We zijn er helemaal doorheen gelopen. Zeker. 40 graden in de camper. Nu deze jongen even flink laten blazen. Raam een beetje open. En als het koeler is, de raampjes dicht. Deze koelt best, dus dat gaat wel lekker. We gaan even de luifel uitklappen en we zetten even die stoel neer in de tafel. Zo is wel lekker. Ja, die schaduw is wel lekker. Binnen is nou ook lekker hoor, bij de airco. Kijk eens, lekker in de schaduw zitten. Dat is wel lekker. Moet je nog wat water? Ik moet sowieso mijn telefoon eens pakken. Oh ja. Het zit allebei nog even lekker buiten. Bij het komen van de lange wandelrit. Ik heb bijna 12 kilometer gelopen. Jij ook? Ja, volgens je horloge bedoel ik, we hebben even ver gelopen. Maar... Dat kan ik niet zien. Ja, Annie zet altijd zo'n 3.000-4.000 stappen meer per dag. Omdat ze van die kleine stapjes heeft. 14 heb ik er. Zo even koken. Ik heb nog niet zoveel honger, want we hadden nog een broodje hotdog gemaakt hier. Toen we terugkwamen. Ja. Ik heb ook geen zin om uit te breiden te gaan koken eigenlijk. Maar we kunnen wel een drapje eten. Ja, dat kan ook. Het is weer tijd om de vlog af te sluiten.
We hebben niks meer gedaan de hele dag, alleen maar bij de camper gezeten. Lekker uitrusten, een beetje zitten. Dus bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk zijn jullie er morgen weer bij een nieuwe vlog. En vergeet niet te abonneren. Doei tot morgen.